Roel, een overwinning vanavond, maar geen gemakkelijke. Waarom had het team moeite met het vergroten van de voorsprong? Ja, ik denk dat we hun in de eerste helft te veel hebben laten scoren. Ze scoorden ook tegen een heel hoog percentage. Ja, en zij komen hier en ze hebben totaal geen druk. En als het dan puntje-puntje is en zij kunnen spelen, zij komen hier zonder verwachtingen. Want iedereen verwacht natuurlijk dat wij gaan winnen. En dan, als ze dan een tweede kwart spelen, zij ook zonder druk. En ze komen steeds dichterbij. En ja, ik denk dat het daardoor dat we ze te makkelijk hebben laten scoren in de eerste helft. Dat ze daardoor te veel confidence kregen. In de tweede helft werd er slordig gespeeld. Kwam dat door vermoeidheid na een drukke periode? Nee, ja, ik denk niet dat het vermoeidheid is. Ik denk meer dat het gewoon een beetje concentratie was. En ja, we moesten natuurlijk gewoon. We hebben wel hard gewerkt, maar door het harde werken hebben we ook een aantal foutjes gemaakt. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Hoe kan de concentratie volgende week tegen Donar beter zijn? Ja, het is natuurlijk een hele ander soort wedstrijd. Als je tegen de topteams speelt, dan heb je sowieso al een extra motivatie om daarvan te winnen. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Keyshawn, you were feeling it from deep, but you weren't the only one in the first half. Is that credit to the offense or discredit to the defense? Credit to the offense. You know, when we have the ball moving and everybody's touching the ball, you know, and everybody's hitting shots, that helps too. So we got in the offensive flow early. I was feeling it myself. Brandon Taylor was feeling it. Jesse was feeling it as well. So every time the ball is moving on offense, we get good results. A very high scoring first half. What did Ivica have to say during the break? We just have to tighten up on defense. You know, we let them come in and hit some easy shots, build their confidence up. And so, you know, in the second half, they came out and hit some pretty tough shots as well. But I think we kind of tighten up in the second half as well. So we just got to keep playing defense and we'll be good to go. Why the smile? Did he curse you guys out? No, it's just, you know, sometimes we just have some plays on defense where we take off. And in order for us to be a professional team, we have to tighten up on those things. And, you know, it's just, I'm happy we got a win. You know, I'd rather learn with a win than learn with a loss. So.